Daar zijn we weer, helemaal fucking vers van de pers, niks aan de hand, we doen dit samen met z'n tweeën, ja. Yeah. Zou het kunnen om zo'n heel paprikaatje gewoon helemaal in je mondje te stoppen? Tot zover mijn paprika-preek, papri-preek. Fucking grappig. Het is een speciale dag vandaag, want ik ben er natuurlijk weer met een nieuwe video. Het was het moment dat je helemaal moe wordt van jezelf. Nou, dat heb ik dus vandaag totaal niet. In ieder geval, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag iets prachtigs. Nou, niet zozeer, ik heb iets nieuws. Iets wat ik nog nooit heb gedaan. Ik ga dit gewoon proberen en kijken of het werkt. Ja, of ja. En met werk bedoel ik meer van of het leuk is of niet. Want ik had iets bedacht waarvan ik dacht, oké, dit is misschien wel grappig om te doen. En dan uiteindelijk, Ik dacht, het is misschien wel geinig gewoon om te doen, want you never know. Mijn creatieve brein ging weer aan de slag en toen kwam ik op een conceptje voor dit kanaal waarvan ik dacht, nou, dat is misschien wel grappig. En dat heeft niet echt een naam. Ik zat weer in mijn oor, ik eet het niet op, dat je het even weet. Dat was de verkeerde vinger, namelijk deze vinger. Oké, dag. Ik ga vandaag een spelletje doen. Nou, dit is niet echt een spelletje, maar een opdracht. Ik heb namelijk op Twitter gevraagd, en zeker het meest bruisende medium van dit moment. Dat is niet waar, dat is Snapchat. Yes. Hey, kijk mijn sokken dan. Fucking hard toch, lekker pik. Ik heb iets bedacht, ik heb iets aan jullie gevraagd op Twitter, namelijk stuur mij titels van video's. Want de titel Thumbnail Game binnen YouTube en YouTube Nederland is natuurlijk super belangrijk op het moment. En ik dacht dat het misschien leuk zou zijn als jullie titels bedenken voor een video en dat ik daar dan de thumbnail bij ga maken. En op het moment op YouTube heb je een titel en een thumbnail. De titel is bijvoorbeeld wat je hieronder ziet, dus dat is de titel, ik weet niet wat de titel is. Iedereen weet wat de titel van een video is, dat hoef ik niet uit te leggen. Je hoeft het niet uit te leggen, Kelvin, oké, nou prima. De thumbnail is het plaatje wat je ziet bij de video. Dat kun je handmatig instellen, zeg maar. Dus als ik nu, ik kan ervoor kiezen om dat dan als thumbnail te doen. Als de video bijvoorbeeld heet Naakt op strand gaat explosie. Oké, top titel, Kelvin. Op de thumbnail ga je dan waarschijnlijk een naakt persoon doen en een explosie. Want it makes total sense. En ik doe dat normaal gesproken ook. En vandaag ga ik het speciaal voor jullie doen. Jullie hebben namelijk op Twitter titels naar mij gestuurd. Maar niet zomaar titels. Titels met paprika erin. Ja, ja. En die titels ga ik vandaag checken. En ik ga daar thumbnails bij maken. Speciaal voor jullie is toch super leuk. Oké, laten we maar beginnen met de eerste. Waar is mijn telefoon? Ik heb geen idee. Where the fuck you at? Oh, hier. Gemiste oproep. Boeiend. Oké. De eerste titel die ik heb is Confrontatie met paprika ontvoerder. Ik moet nu dus een thumbnail gaan bedenken bij een video die heet Confrontatie met paprika ontvoerder. Oké. Wat me sowieso handig lijkt voor deze video is paprika's, dus ik heb hier een aantal paprika's verzameld, puntige paprika's, rode paprika's, fucking gele motherfucking get out of here, I don't want no yellow paprikas, you get out of here, I don't want you in my life, fucking yellow paprikas, one does not eat yellow paprika, young one does eat red paprika, very good, en ik heb nog meer, oké, laat hem, ik ga het maar gewoon doen, ik ga het maar gewoon proberen, confrontatie met paprika ontvoerder, lekker artistiek bezig nu, top, yes! Thumbnails maken is natuurlijk een kunst op zich. Lekker, Kelvin. Thumbnails maken is belangrijk in het leven van een YouTuber. En ik ga vandaag een thumbnail maken voor de video die heet Confrontatie met paprika ontvoerder. Ja. Nou heb ik toevallig nu paprika's. Ik pak er even eentje. Daar zijn we alweer. Paprika nummer 1. Ik ga deze paprika eventjes, even omtoveren. Ik heb namelijk het volgende idee. Ik wil een thumbnail maken waarin je een paprika ziet die ontvoerd wordt. Dus die vastzit shit. En aan de andere helft dan mij met een ernstig gezicht, confrontatie. Spannend, hip, cool, shit. Ja, oké. Lekker. Ik pak even een stift. Oké, dit is mijn ontvoerde paprika. Je ziet er nogal bang en verdrietig uit. Lijkt me perfect. En wat ik me net bedenk, het lijkt me best wel lijp als ik ook gewoon één van de thumbnails die ik maak, letterlijk als thumbnail ga doen van deze video met die titel. Dat lijkt me hilarisch. En ik hoop dat dit hem wordt, want deze is nu al goud. Mijn idee is zeg maar om de paprika vast te binden op een stoel. Alsof hij zeg maar, alsof hij ontvoerd is. Dus zo. Maar hij moet eventjes, hij moet een soort van vastgebonden worden of zo. Zoiets, en dan moet hij vast, ja hij moet iets, ik heb touw nodig. Oké, ik kan met vrij veel zekerheid mededelen dat ik geen flauw idee heb van wat ik aan het doen ben. Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. Hoe moeilijk is het om een fucking
Ontvoer de paprika. Het is zo moeilijk. Het is echt heel moeilijk. Ik denk dat ik het touw gewoon hier langs ga doen zo. Dit is gewoon... Oké, okay. Op zich voel ik dit wel redelijk of zo. Dit kan ik nog wel. Dit is nog wel geloofwaardig. Dit zou nog best wel een ontvoerde paprika kunnen zijn. Kijk hem zielig zijn. Zo. Jezus, wat is deze ontvoerd. Zeg, niet normaal. Oké, ik ga hier even een mooi kiekje van maken, zo. Kijk. Wacht even, zo. Dit is goed. En tjaka. Oké. Het eerste gedeelte van de paprika thumbnail is af. Hij is ontvoerd. Hij is erg zielig. Nu wil ik nog een soort van gezichtsexpressie van mezelf. Alleen weet ik niet echt wat gebruikelijk is bij confrontatievideo's. In confrontatie thumbnails, zeg maar, is het vaak zo dat twee mensen elkaar aan het vechten zijn of zo. Dus ik ben in mijn eentje hier. Dus dat wordt lastig om met iemand te gaan vechten. Ik heb hier een vriend van mij. Een vriendin van mij eigenlijk. En die ga ik eventjes hier neerzetten. En die ga ik even aankleden. Want ja, weet je, thumbnail, maakt toch niet uit. Het is gewoon een thumbnail. Het is gewoon, als mensen het geloven, dan geloven ze het. Zo. Dit gewoon lekker zo dicht. Ja, dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit, al zeg ik het zelf. En ik denk dat ik er dan straks gewoon een hoofd op ga editen. Dat ga ik denk ik doen. Ja, dat ga ik doen. Dus ik ga, oké, let's do this. Dit ziet er goed uit. Dit ziet er heel goed uit. Ik ga zo dit doen, denk ik. Zodat hier mooi een hoofd op kan. En dan doe ik gewoon dit. Wow, ik ben het niet gewend, jongens. Kut. Doe ik gewoon dit zo en dan doe ik zo. Wacht, mijn vuist moet wel goed in beeld zijn. Dit is goed. Dit is goed. Dit is perfect. Oké. Daar gaan we. Zo gaat dat. Het is tijd om de thumbnailtjes te gaan bewerken, jongens. Dat ga ik gewoon doen. Sowieso doe ik dat altijd, elke dag. Nou, niet elke dag, maar wel vaak. Even kijken, hoor. We doen even... Ik doe dat altijd in... Mocht je niet weten wat voor programma dit is. Dit is Adobe After Effects. Jazeker. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Wow, ik voel me echt net zo'n gaming YouTuber. Die dan zo onderin zijn schermpje staat en shit. Ik ga het gewoon doen. Ik heb hier gewoon zin in. Oké, even kijken. De eerste. Aanschouw het prachtige beeld van de ontvoerde paprika. Bang. En... De confrontatie. Confrontatie met paprika ontvoerder. Oké, leuke titel. Leuk bedacht ook. Erg leuk. Erg leuk. Even kijken hoor. Hoppakee. 150. Oké, nu, dit is al lastig. Weet je, nu moet je al de keuze maken. Voor welke thumbnail ga ik? Ga ik voor deze gezichtsexpressie of ga ik voor deze? Ik denk dat ik ga voor deze, want deze is wat echter. Want wie kijkt er nou naar de camera als hij een confrontatie heeft met de fucking ontvoerder van zijn paprika? Inderdaad. Dus deze mag weg. Even kijken hoe we dit gaan doen. Ga ik dit uitknippen? Ik ga dit gewoon... Wow. Hey, dit gaat goed. Ik ga dit even zo doen. Hop. Hoppakee. In ieder geval even zo. Kijken wat dit wordt. Ik moet hier sowieso nog een hoofd op editen natuurlijk. En dit is mijn paprikaatje. Ja, dit zijn natuurlijk lastige dingetjes. Zeker als je twee thumbnailtjes gaat combineren. Dan moet je een keuze maken. Oké, welke wordt dan, zeg maar, welke gaat de grootste rol spelen? Ik denk dat ik deze de grootste rol ga laten spelen. Dus die doe ik grotendeels in beeld. Dan ga ik deze even een beetje uitknippen. En dat doe ik als volgt. Ik ga hem gewoon uitknippen. Bang, bang. Ratatatata. Zo. Oké, dit is iets. We hebben iets. We zien een zielige ontvoerde paprika. We zien een Kelvin die nogal pissig is. Kijk, weet je wat het is? Dit is op zich prima. Je moet je thumbnailtje altijd even wat kleiner bekijken. Omdat die op YouTube natuurlijk wat kleiner is. Dus dit gaat redelijk. Ik ga gewoon alvast even, om het gevoel te krijgen, ga ik alvast even een hoofd erop editen. We gaan even kijken. Criminal. Nee, niet criminal mind, het is gewoon criminal. Crimineel! Ja. Nou, deze is misschien wel goed. Zou die werken? Nee, die gaat niet werken. Prisoner. Ja, dan krijg ik allemaal kutfoto's. Real prisoner. Dat dacht ik. Dat is goed. Dat is lekker. Deze. Is deze goed? Ja, dit zou hem nog wel... Ja, dit zou hem nog wel eens kunnen worden, hoor. Dit zou hem nog wel eens kunnen zijn. Ik ga hem gewoon even opslaan. Doen we gewoon even. Hiero. Bang, bang. Eventjes. Even erin. Oké, we gaan kijken of dit hem gaat worden. Eerste wat ik even moet doen is hem spiegelen. Dus ik ga hem gewoon even omdraaien. Oké, vervolgens doen we gewoon dit. Beetje groter. Nou. Dit kan nog wel eens... Ja. Ja, dit wordt hem gewoon, jongens. Ik ga dit gewoon doen. Ik ga hem iets groter maken nog. Moet nog even zo groot zijn als mijn hoofd. Zo. Wow. Dit is vet. We gaan het even heel geloofwaardig maken. Even een hoofdje uitknippen. In de tussentijd zal ik jullie vertellen hoe ik op het idee kwam om deze video te maken. Ik wou eerst een video maken waarin ik dus gewoon alleen thumbnails ging namaken. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon beginnen met paprika's. Omdat ik paprika's gewoon lekker vind. Ik vind paprika's goede dingen. En ik dacht, kom maar op met jullie ideeën over paprika's. En dat hebben jullie dus gedaan. Misschien dat ik het wel vaker... Laat in de comments sowieso even weten of je wil dat ik dit vaker doe. En dan ga ik het niet alleen met paprika's doen. Oké, moment van de waarheid. Ik ga even op 100%... Ja! Ja! Yes! Dit ziet er fucking goed uit. Dit is echt fucking sick.
Dit is echt lijp, man. Oké, nu weet ik wat ik moet doen. Ik moet de saturation iets minder doen. Dus hij moet iets minder kleurrijk zijn. Zo. Mag wel iets meer. Zoiets. Ja, nou ben ik verder helemaal klaar, hoor. Ga ik nog een... Nee, dat is niet... Hij is nog niet helemaal klaar. Ja, er mist iets. Er mist iets. Er mist sowieso... Wacht, we moeten sowieso eventjes... ja, dit mag je natuurlijk niet vergeten. Sowieso moet even een logo. Hoppakee. Rechterbovenhoek. Niks aan de hand. Tekst. Tekst is belangrijk. Confrontatie. Zo. In beeld. Railway. Fucking dik. Dik tekst. Hoppakee. Dit is een prima thumbnailtje, al zeg ik het zelf. Moeten we nog... Gaan we hier nog iets aan doen? Misschien gaan we hem nog even iets... Ja, dat gaan we gewoon doen. We gaan hem gewoon even iets... iets meer bright maken. Adjustment layertje. Curves gewoon een beetje omhoog. Kijk, dit is al goed. Dit is mooi, man. Dit is goed. Dit is fantastisch. Ja, sick. Dit is vet. Ik ben tevreden. Ik ben fucking tevreden. Lekker, Kelvin. Ik ben echt blij. Ik ben gewoon echt blij. Ik ben trots op mezelf. Ik heb zin in paprika's. Ook, dat ook. Ik ga een paprika pakken. Wow, ik ben best wel trots op mezelf, hoor. Ik ga dit documentje sowieso even opslaan. Oké, dit is een prima thumbnail. Ik ben blij. Ik ga even... we gaan door. De tweede thumbnail is de tweede titel. Ik moet hem nog maken. Wow, een pluk. De tweede titel is Kelvin vermoord door een paprika. I love the creativity. Oké, nou, dat gaan we dan maar doen. Kelvin vermoord door paprika. Oké, ik heb iets bedacht. Ik heb gewoon een wit shirt aangedaan. En ik heb nepbloed. Natuurlijk. Ik ga dit, denk ik, gewoon over mezelf heen spuiten. En dan ga ik, denk ik, in de bewerking ga ik mezelf een blauw oog geven en shit. En dan uiteindelijk een paprika achter het stuur alsof ik ben aangereden. Snap je? Yes. Oké, ik ga hier eventjes... Wacht, ik ga het even doen. Ik ga mezelf even wat nepbloed geven. Oké. Zo, dit is gewoon heel raar dit. Het is maar wat je ervan maakt. Het ruikt wel lekker naar beneden trouwens. Prima. Wacht, ik ga het een beetje uitspreiden. Shit. Misschien is het ook wel goed dat ik het niet uitvrij. Weet ik veel. Ik heb hier helemaal geen ervaring mee, man. Ik ga het gewoon hier ook op doen. Ik hoop dat dit makkelijk te wassen is. Fucking hell. Oké. Ik ga dit hier gewoon een beetje zo. Oh mijn god, ik ben helemaal... I'm hit, man. I'm fucking hit. Oh, dit ziet er wel lijp. Wow, dit is wel lijp. Een beetje zo. Hero. Dit ziet er best vet uit. Oké, als ik nu naar buiten ga. Dan weet ik al gewoon dat mensen me echt aan gaan kijken van... Yo, what the fuck is er met jou mis, man? Dus vandaar dat ik het even snel ga doen. Ik ga dit hele shirt ook gewoon vies maken als een bitch gewoon. Kijk, omdat het gewoon kan. Oké, dit is de basis, weet je? Dit is de basis van mijn bebloede lichaam. Ik ga mezelf gewoon even op de grond leggen buiten. En dan ga je het wel zien. Ik ben wel een beetje bang. Ik ben wel een beetje bang voor mensen die allemaal denken dat ik gek in mijn hoofd ben. Gelukkig is er niemand. Er is letterlijk gewoon niemand buiten. Oké, ik ga gewoon hier liggen. Zo. Oh, dit is best wel lijp volgens mij. Maar ja, dit is goed. Dit is goeie. Oké, good. Very good. Let's get back in. Snel, voordat mensen de politie gaan bellen en shit. Let's go. Oké, nu moet ik even een evil paprika maken en die achter het stuur zetten. Alleen wordt dat voor mij een beetje te moeilijk, denk ik nu. Dus wat ik gewoon ga doen is, ik ga gewoon een evil paprika maken. En die edit ik dan gewoon alsof hij achter het stuur zit. Oké, dit is goed. Gaan we gewoon even zo vasthouden. Oké. Perfect. Kelvin vermoord door paprika. Oké, nu moeten we weer even de keuze maken. Gaan we voor deze of gaan we voor deze? Ik ga voor deze. Ik heb twee onderdelen. Ik heb een boze paprika en ik heb mij die dood op de grond ligt. Wat ik ga doen, ik ga deze paprika even uitknippen. Zo, klik, klak, boom. Hier hebben we dan een boze paprika. Hebben we hier en een dode ik. Kijk, die dode ik, daar hoeven we niet meer zoveel aan te doen volgens mij. Die moeten we alleen gewoon een beetje in een goede zoiets. Dit is prima, weet je, qua plek. Alleen dit kantje hier, oh, dit wordt een beetje lastig. Ja, hoe heeft hij mij vermoord? Dat is een beetje de vraag. Oké, wacht. Hier. Horror room. Ja, oké, zoiets. Dit of zo? Dit is wel lijp. Dit is op zich wel goed. Ja, maar het is wel op straat natuurlijk, hè? Nou, ik ga het gewoon downloaden. En dan zien we wel eventjes. Weet je wat het is met thumbnails maken? Het is gewoon dingen proberen. En als het niet werkt, nou ja, jammer dan. Maar dan heb je het in ieder geval wel geprobeerd. Nou, oké, dit kan wel een soort van of zo, weet je? Ga ik gewoon even kijken hoe dit is. Heel even slordig. Nou, het is wel een beetje lelijk. Het is een beetje lelijk. Maar wat gaan we dan doen? Misschien gewoon dat hij achter het stuur. Behind the wheel. Even kijken. Ja, ga ik doen. Ik denk dat ik iets leuks weet. Oké, zoiets. Even erachter. En dan... Even kijken hoor. Wat gaan we hiermee doen? We kunnen dit gewoon... We kunnen hem gewoon zo hier neerzetten. Gewoon als hoofd. Ja, dat is lachen, man. Oké, ga ik gewoon doen. Zoiets.
Oké, okay, wacht. Zetten we deze even oprotten. Wat ben ik ook aan het doen, hè? Als je jezelf dat eens even afvraagt. Kelvin, wat ben je godsnaam aan het doen? Zo. Dan even dit zo. Hoppakee. Je denkt nou ongetwijfeld, hè? Wat de fuck? Wat de fuck gebeurt hier? Zo. Ja, dit is vet. Het is bijna een soort Lego of zo. Sick. I love it. Even schaduwtje. Even eronder. Zo. Ja, dit is vet, man. Dit is lachen. Oké, en dan moet ik eigenlijk eventjes, dat moet dan wel, moet ik even een scheidingje maken. Ja, dit is misschien iets een beetje lelijk, maar weet je wat? Fuck it allemaal. En doe gewoon dit. Ja, ik wil wel dat je iets meer van mijn bebloede lichaam ziet. Ga ik toch gewoon dit doen, denk ik. Ja, dit kan wel, joh. Dit is lachen, man. Ik ben trots op deze ook. Ik ben best wel trots op deze. Zo. Deze is lachen. I love it. Hij is leuk, man. Oké. Om hem af te maken, even een logootje erop. Bam. Jongens, ik heb hem. Ik ben er trots op. Wederom, fucking lui. Oké, let's go. 3 is van Claudia X Unagise. Unagise. Hallo. Nu niet denken dat ik scheid heb daaraan, maar het is gewoon een andere YouTuber. Dus ik bedoel, weet je, als je kijker bent, kies of voor de ene YouTuber of voor de andere. Ga niet in één keer op Twitter in één keer dingen zeggen tegen andere YouTubers. Terwijl je verder kan van die, weet je, wat de fuck is dat, man? Grapje. Foto's van paprika's nadoen. What? Oké, deze thumbnail wordt goud. Hij heet namelijk foto's van paprika's nadoen. Pak. We weten natuurlijk allemaal hoe een paprika eruit ziet. Rood. Gele paprika's zijn verboden. Zoals je ziet ga ik alleen maar door het leven met rode paprika. Duh! Verdwijn! Ha! Get out of here! Fuck you! Inderdaad, het gebeurt er als je een gele fucking paprika bent. Fuck that shit, you're dead. Goed, paprika's zijn dus rood. Dus ik heb speciaal daarvoor rode smink. Je kan het raden, superkut. Godver. Oké, jongens, fuck it. We gaan het gewoon doen. Ik heb gewoon schijt. Ik heb gewoon dikke, dikke schijt. Zo, hoppakee. Prima. Oké, jongens, we gaan ervoor. Jezus, dat ging sneller dan gedacht, joh. Dat is nog niet alles, want paprika's hebben natuurlijk ook een steeltje, een groen steeltje. Laat ik nou net groene fucking haarspray hebben. Kut. Super fucking kut. Ja. Fuck, dit is groen. Ah! Oké, klaar zo. Prima. Dit is genoeg voor de foto. Voel me een fucking ik voel me serieus een fucking paprika. Oké, mijn idee is nu om mezelf zeg maar op de grond te leggen. En dan allemaal paprika's om me heen. En ja, jullie gaan het zien. Jongens, en dan nu. Het moment van de waarheid. Ja. Ja, dit is lijp. Dit is een vette foto ook. Dit is überhaupt een vette foto. Ik wil ooit een paprika fotoshoot. Oké. Wow, dit is een vette jongen. Dit is lijp. We gaan ervoor. Thumbnail, kom maar. Oké, nog even meerdere gezichtsexpressies natuurlijk. Is belangrijk. Ja, ik ben zo fucking blij. Ik vind mezelf er ook echt heel grappig uitzien. Ik voel mezelf echt grappig. Dit wordt gewoon een look van mij, denk ik. Ik ga gewoon zo door het leven. Vanaf nu. Keihard. Woo! Dit is foto's van paprika's nadoen. Of selfies van paprika's nadoen. Ik heb verschillende soorten. Ik denk dat ik voor deze ga. Deze is het meest blij. En blijdschap is altijd goed. Oké, zo. Dit, wat we gaan doen. Nou, kijk, eigenlijk vind ik dat hier niet zoveel aan hoeft te gebeuren. Anders dan gewoon een beetje lichter. Zo. En misschien dat ik mijn hoofd even iets roder ga maken. Ja, dan ga ik het toch gewoon doen. Nou, meer van, oh shit. Ik ga de kleuren er gewoon iets meer laten uitspringen, zeg maar. Zo, ja, hoppakee. Beetje verder. Hier, prima jongen. Hoppakee. Wat een lachend thumbnailtje hier, oh. Niks meer aan doen. Even snel logootje erop. Hoppakee. Boom, we got it. Very nice, Kelvin. Goed gedaan. Let's go. Volgende. Ik ben zo bang dat er gewoon een rode vlek in dit shirt gaat komen. Daar ben ik echt heel bang voor. Paprika daten gaat fout. Ja, want ik date meerdere malen per week met paprika's. Zo gaat dat in mijn leven. Ik spuug weer fucking paprika. Wat de... what is this? What is this? What is this for title? What kind of thumbnail do I have to make to it? Ik kan lullen wat ik wil, maar ik moet het toch gewoon doen. Dus yep. Oké, deze vind ik niet zo moeilijk. Ik heb een idee. Ik denk dat ik gewoon een paprika... Ik moet sowieso naakt. Dat lijkt me fantastisch. En ik moet gewoon een paprika in een BH hebben of zo. In ieder geval een vrouwelijke paprika. Dus die gaan we even fixen. Ik heb hier een BH. Dit is ongelooflijk. Dit is zo fantastisch. Ik ga hier even een hele aantrekkelijke paprika van maken. D-
Dit is letterlijk hoe ver ik kom met aantrekkelijkheid en tekenen. Ik realiseer me nu pas hoe raar dit idee überhaupt was. Nou, dit is fantastisch. Dit is natuurlijk ongelofelijk. Dan ga ik denk ik gewoon zo zitten. Oh, ik moet nog naakt. Zo. Oké, wacht. Ik denk dat ik ze gewoon in elkaar ga bewerken. Dus eerst even deze schoonheid. Oké, dit is onze BH-paprika. Daar gaan we dan. Oké, nu is het is de bedoeling, zeg maar, daten gaat fout. Dus als daten fout gaat, is het ongemakkelijk. En als iets ongemakkelijk is, dan kijk je zo. Boom! We got this. Ik ga nog even kijken of dit misschien ook kan. Tot zover het paprika daten. Heel raar. Paprika daten gaat fout. Leuk bedacht, kijkers. Ik zou hem zelf niet bedenken. Ik denk ook deze twee. Hoppakee, hier. Dit is mijn ernstig kijkende gezichtje. En dit is Lady Paprika. Lovely Lady Paprika. Ik heb deze wel een beetje voor mezelf bedacht eigenlijk. Nou, hij is eigenlijk vrij simpel. Doe gewoon dit. Mezelf even uitknippen. Mijn naakte lichaam even lekker uitknippen. Ja, lekker. Maar dat doe ik, zeg maar, dat doe ik tot de helft. Zo. Kijk, jongen. Fucking nice. Zo simpel kan het zijn. Een goede thumbnail hoeft niet altijd heel erg moeilijk te wezen. Serieus zo. Hoeft niet altijd zo moeilijk te zijn. Ik ga wel even een adjustment layer toevoegen. De kleuren een beetje feller doen. En also een beetje die blauw weggehen. En die groen weggehen. En die rood een beetje omhoog. Zo, zodat het wat zwoeler is, weet je. We gaan even tekst bij doen. Paprika date. Wow. Wat zou dat nou zijn, zeg. Godverdomme. Sorry voor de mensen die dat niet prettig vinden om te horen. Ik probeer zo min mogelijk met godverdomme te schelden. Maar ja, soms moet het gewoon eventjes. Oké. Zeg maar, tot zover is deze thumbnail best wel acceptabel, al zeg ik het zelf. Ja, ik vind hem best wel acceptabel. Gaan we hier nog iets aan toevoegen? Ik denk van niet. Nee, we moeten hem gewoon zo laten, denk ik, joh. Moeten we gewoon doen. Logootje erop. Bam. Prima. Op naar de volgende. Paprika Nazi. Dat is het, van Jorien. Jorien, als je dit ziet. Hallo, dag voor je inzending. Top titel. Ik ga er wat moois van maken. Sorry, mensen die leefden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik hoop niet dat ik je beledig. Oké, ik denk dat deze thumbnail voornamelijk, zeg maar, editing, montage en zo gaat worden. Wat ik nu even ga doen, is gewoon even een pose aannemen. Ik weet precies hoe die moet zijn, maar ik ga het even achteraf allemaal maken. Volgens mij, nazi's keken over het algemeen best wel agressief altijd. Ik ga even flexen met mijn K zo hier ook. Oké, wacht. Ik moet hem even ergens neerzetten eigenlijk. Oké, dit is een beetje geïmproviseerd. Maar, fuck that shit. Flexing. Flexing met de arm. Met de armband. Bam. Zo. Zoiets. Ja, oké, dit wordt hem. Oké, top. Niks meer aan doen. Perfecto. Paprika Nazi. Deze heeft nogal wat werk nodig, denk ik. Even kijken. Ja, hier hebben we mij als Nazi. Kijk, dit ben ik. Ik ga mezelf even helemaal uitknippen. Uitstraling van je hebt geen man nodig. Zo. Even dit stukje. Oké, hier heb ik mezelf. Als vieze, dikke, vette Duitser. Dan ga ik even als volgt doen. Adolf Hitler. Oké, prima. Niks meer aan doen. German Army. World War II. Kijk, hier hebben we wat aan. Ik was op zoek naar een foto zoals deze. Deze foto ga ik even opslaan. Ja, jongens, dit zijn oorlogsbeelden. Het is niet heel gruwelijk, al zeg ik het zelf. Dit wordt mijn achtergrond, denk ik. Dit wordt mijn achtergrond. Hier staat Nazi Kelvin. Ja, ik ben even de Nazi van vandaag. Ik ga mezelf eventjes ook zwart-wit maken, want dat is natuurlijk de bedoeling. Zo, niet helemaal. Oké, ik ga mezelf iets een beetje kleur geven. Hier hebben we te maken met de wereldoorlog. Maar goed, de titel is Paprika Nazi. Dus wat ik van plan ben, is om elke persoon in deze foto een paprika hoofd te geven. Yep, daar gaan we. De paprika leger gaat los hier, joh. Ah, dit ziet er goed uit. Dit gaat de goede kant op. Dan ga ik even vals spelen. Dan ga ik gewoon dit doen. Hey! Doe gewoon dit. Fuck that shit. Ik moet natuurlijk wel eventjes ervoor. Ja, tuurlijk. Ik ben de opperbaas. Oh, fuck. Nee, dat is niet de bedoeling. Oké, zo. Dan gaat hij even één rijtje naar achteren. Wow, dus één paprika leger dit. Niet normaal. Niet normaal wat hier gebeurt. En niemand wist het, hè, tijdens de wereldoorlog. Dat dit leger bestond gewoon. Het paprika leger. Hoppakee, jongen. Dit is wel netjes. Dit is zeker... Deze is netjes, hoor. Deze is een beetje freaky. Dit is een beetje een gekke thumbnail. Ik ga mezelf nu wel weer gewoon kleur geven. Want die paprika's zijn ook zo kleurrijk als maar kan. Ik ga mezelf denk ik een beetje extreem veel kleur geven. Gewoon omdat het hip is. Ja, zo. Dit is gek. Paprika Nazi. Ik ga dit bandje even schoonmaken. Als in hij zit een beetje verkeerd. Dus dat moeten we natuurlijk even oplossen. Nou, dat gaan we ook doen ook. Door middel van een flinke cheat. Ga je even allemaal gewoon kaart voor de gek houden.
Zo, hoppakee. Ik ben een safe house. Hey, jij dacht je was safe. Zo, nou, paprika natie, doe je toch goed, jongen? Even een logootje erop. Bam, graag gedaan. Ik doe het de volgende keer nog een keer. Oké. Ik vind dat ik een aantal fantastisch mooie thumbnailtjes heb gemaakt. Ik ga hier nog even tekst bij zetten trouwens. Nazi Army. Oh nee, wacht, ik bedoel iets anders. Lol. Paprika Army. Hey. Lijp. Ja, dit is vet. Een duimpje omhoog achterlaten op deze video kan natuurlijk altijd. Daar zijn we heel erg blij mee maken, want daar hebben we allemaal duimpjes en dat zijn we fantastisch. Laat in de reacties weten of je dit een leuk concept vindt. En dat ga ik misschien wel vaker doen. Niet met paprika's, maar gewoon altijd dan random en shit. Ja, leuk. De top. Dus laat het alsjeblieft weten hieronder of je het lachen vindt, of je het toffe video vond. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal, want ik heb bijna 405. Ik heb bijna 1 miljoen abonnees. Ik ben onderweg, oké? Okay? Ik ben bijna bij de miljoen. Dus doe het. Yeah. Verder heb ik niet meer zoveel te zeggen. Ik ben er gewoon straks weer. Met straks bedoel ik over een paar dagen. Dat wordt natuurlijk super leuk. Ja, geniet van je dag en paprika. Kaas aan de macht. Daag. Dat is nieuw. Dat is er al wel best wel lang. En ik, ja, hallo. Dat is er al best wel lang. En dat is prima dat er al is. Maar ik vind het angstaanjagend. Ja, ik weet niet of angstaanjagend het goede woord is. Ik vind het gewoon ronduit super kut. Echt super kut. Ik denk dat ik op gele paprika's na musical.ly het kutste ter wereld vind. Paprika's kunnen niet geel zijn. Kijk even het verschil. Fucking prachtig.